Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Oh my god guys, wij hebben na 100 jaar eindelijk Kylie Cosmetics bij de Douglas. Dit heeft echt veel te lang geduurd. Een aantal jaar geleden begonnen ze met een Kylie Skin, dus haar skincare. Daar was ik niet zo enthousiast over, want ik had echt nul behoefte aan haar skincare lijn. Maar ik heb wel altijd behoefte aan haar make-up lijn gehad. Ik heb zoveel behoefte eraan gehad dat ik één keer gewoon op haar website een aantal make-upjes heb besteld. Ik heb toen wel echt like weet ik veel hoeveel moeten betalen aan douane en zo, maar ik wilde gewoon per se iets proberen van haar lijn en de make-up was ook echt goed. Kylie heeft de helft van haar bedrijf verkocht aan een ander bedrijf en die had de infrastructuur om het wereldwijd te brengen. Kylie heeft ook haar hele lijn gerebrand. Ze is helemaal opnieuw begonnen. Ze heeft alles gerebrand, andere verpakkingen, andere formules. Alles is nu clean, dierproefvrij en ook vegan. Het was wel een vrij kleine collectie. Ik had echt super veel verwacht, maar er was niet heel veel. We missen ook een aantal kleuren die ze wel hebben gewoon op hun eigen website, maar ik hoop dat die er nog wel komen. Maar goed, ik heb gewoon het meeste besteld, dus laten we gewoon deze collectie gaan reviewen. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, laten we beginnen. Ik kan niet wachten om deze make-up te gaan testen. Ik heb het dus allemaal nog niet gebruikt en ik heb het al het hele weekend binnen. Het is vandaag maandag, dus ik kan echt niet wachten om het te gaan gebruiken. Het eerste wat me opviel aan de collectie is, het is echt duur. €30 en zo voor een blush. Echt, dit zijn echt MAC Cosmetics prijzen. De prijzen van de collectie liggen echt wel in de hogere categorie. Dus het is geen goedkoop merk. Dat kan ik jullie alvast wel vertellen. De dingen die ik niet heb gekocht, even online kijken op de website. Ik heb alle wenkbrauwproducten overgeslagen. Ik vind wenkbrauwproducten altijd super saai. Ik heb ook nooit zin om mijn wenkbrauwen te doen. Dus ik heb die gewoon helemaal overgeslagen. Iets wat ik wel wilde halen, maar mijn kleur was er niet, was de bronzer. Als je op de Kylie Cosmetics website kijkt, zie je een heleboel kleuren. En precies de kleur die zou matchen met mijn huidskleur, verkopen ze niet bij de Douglas. En de rest van de kleuren zou gewoon echt niet matchen, waardoor ik er geen goede review over kan geven. Dus ik heb de bronzer helaas moeten overslaan, want ik wilde hem wel graag. En het oogpotloodje heb ik ook overslagen. Ik heb geen oogpotloodje nodig. En ook dat is een beetje oninteressant. Voor de rest heb ik alles gekocht. Alle belangrijkste producten waarvan ik zeker weet dat jullie die echt graag willen zien, heb ik hier liggen. Dus laten we beginnen. En we gaan vandaag beginnen met de ogen. Want ik heb slechts één product voor de ogen. En dat is de eyeliner pen. Dit is de Kylie Cosmetics Kyliner Brush Tip Liquid Eyeliner Pen. Dit is dus een zwarte eyeliner pen. €20 is wel een oké prijs voor een eyeliner. Maar wel een beetje aan de hogere kant. Wat ik eigenlijk het liefst betaal voor een eyeliner is max €15. Dus ik hoop dat die goed gaat zijn, want voor €20 moet die wel echt goed zijn. Echt een prachtige roze verpakking. Ik vind het make-up een merk echt prachtig qua verpakkingen. I love it. Het is heel mooi, maar toch wel gewoon simpel ofzo. Maar I like it. Laten we gaan kijken of we hiermee een hele mooie wing kunnen maken. Ik maak altijd een wing. Dus ik hoop dat die goed gaat zijn. Ook hou ik van pennen. Ik vind pennen altijd heel makkelijk in gebruik. Je kunt gewoon snel zo die wing maken. Het is echt een hele puntgepunt, kan ik het zo noemen? Puntig. Kijk eventjes dit. Hij is echt heel spits. Hij is niet heel lang. Hij is best wel kort. Hij brengt heel goed zwart aan. Oké, dat is top. Er staat dat het een waterproof diep zwarte formule is. Fantastisch. Oh my god. Deze punt is echt vlijmscherp. Echt, ik overdrijf niet. Het is alsof je een wing maakt met gewoon een mes. Hij maakt het zo ontzettend scherp. Ik heb zo vaak met dit soort pennen dat de punt gewoon te bol is of zo. En te dik. En dan wordt mijn wing ook helemaal zo dikkig. En ik wil altijd zo'n scherpe punt. En dat is hiermee echt super makkelijk gelukt. Ik heb ook een best wel heftige wing gemaakt. Omdat ik gewoon goed wilde zien hoe deze werkt. Hij is ook super mooi. Hij droogt ook gewoon snel op. Het is gewoon echt volledig dekkend. Hij is echt super, super zwart. Hij is echt diep zwart. Ik ben er echt heel enthousiast over. Er zit ook zo'n balletje in. En dat gaat ervoor zorgen dat hij niet helemaal gaat uitdrogen. Ik zou hier zeker wel gewoon €20 voor betalen. Ik vind hem echt heel erg fijn. Dit is de fijnste pen die ik hier heb liggen in mijn la. En ik overdrijf niet eens. Dit is echt de fijnste eyeliner pen nou uit mijn collectie. Oké, ik heb de ooglook afgemaakt met wat nep wimpertjes. Ik heb Kiss wimpers op in de stijl Royal Silk. My fave wimpers at the moment. I love them. Dan is het volgende product wat ik heb een blush. Dit is de Kylie Cosmetics Pressed Blush Powder.
En dit is echt een prachtige blush. Kylie staat ook echt bekend om haar blush. Zij heeft altijd best wel heftige blush. En dan heeft ze zo mooi een roze blush. Zo precies hier zo. Dat heb ik nou echt al heel vaak gezien bij haar. En ik hou ook van een heftige blush. En ik hou ook van roze blush. Dus deze blush leek mij echt ideaal voor mij. Ik heb de kleur Winter Kissed. Wat ik ook echt geweldig vind aan de verpakking is dat ook gewoon dit zo heel mooi is gemaakt. Met zo die bekende afdruk van haar make-up line. En het is een hele mooie licht roze. De matte blush. De verpakkingen zijn ook allemaal best wel fijn. Ze voelen ook best wel zwaar aan. Overal heb je ook zo haar naam. Ook hier binnenin. Dat vind ik allemaal echt best wel mooi. Kylie had ook een live op de Douglas website. Dat was op de dag van de lancering. En dan kwam zij live. En je kon dan de video volgen. En dan was ze allemaal vragen aan het beantwoorden en whatever. En in die live had ze ook een hele mooie roze blush op. En iemand vroeg aan haar welke blush had je op. En dat was deze blush in precies deze kleur. In de kleur Winter Kiss. Wat is het nou? Winter Kissed. Nou, toen zei dat zij... Jongens, deze blushkleur is letterlijk uitverkocht tot de dag van vandaag. Hij is gewoon nu ook weer uitverkocht op de website. Maar je kunt klikken op e-mail mij als hij er weer is. En dan krijg je de mail als de kleur er weer is. Maar dit is dus haar fave blush. En gelukkig heb ik hem nog snel kunnen inslaan. Ik was eigenlijk niet van plan om een blush te bestellen van deze collectie. Want dus een aantal jaar geleden heb ik al een blush besteld op hun website. En dat was deze blush in de kleur Winter. We are going shopping. En jongens, ik overdrijf niet als dit echt de mooiste blush is die ik heb. Het is een hele mooie oranje, beetje peachy kleur. Ik heb ook volgens mij ooit in een video verteld dat dit een blush is die ik heel vaak gebruik. Je kunt het ook zien aan de gebruikssporen. Er zit ook gewoon echt zo'n hele deuk in, zeg maar. Maar ik gebruikte hem bijna niet op beeld, omdat hij dus hier niet te koop is. En ik niet heel veel producten wil gebruiken die jullie niet eens kunnen halen. Helaas is deze kleur hier nog steeds niet te koop. Op de officiële website is hij er nog wel. Maar bij de Douglas wordt deze kleur helaas niet verkocht. Maar dit is echt mijn fave kleur. Omdat die letterlijk bij elke make-up look past. Dus dit was echt mijn fave blush. En nou hebben ze dus alles gerebrand. Dus ook de verpakkingen zijn al anders. Het is nou een stuk kleiner. Zoals je kunt zien, dat vind ik wel fijn. Want ik vind hem een beetje onnodig groot. Het lijkt van binnen nog wel op elkaar. Alleen staat nou hier zo haar naam. En dat was hier nog niet. Dus ja, dat zijn de verschillen met de oude verpakkingen. Oude collectie en de nieuwe collectie. Maar jongens, zodra deze kleur We're Going Shopping hier komt, je moet hem echt kopen als je gewoon op zoek bent naar een universal kleur die gewoon echt overal bij past. Maar laten we nou de roze kleur gebruiken, Winter Kissed. Ik heb al bronzer op, by the way. Wow, het is echt een hele lichte kleur. Ik denk dat als je mijn huidskleur hebt, of ietsje donkerder, in ieder geval medium huidskleur, dat je een beetje gaat schrikken van zo'n kleur, omdat je denkt, ja, hij is toch best wel licht. Maar het is gewoon heel mooi op mijn huid. Zie je dit? I love it. Heel mooi. Als je een donkere huidskleur hebt, zou ik hem niet halen, want dan gaat hij echt te licht zijn. Kijk wat voor een cute effect het heeft. Het is ook best wel goed gepigmenteerd en het blendt goed in. Ik vind hem wel een tikkietje poederig. Het had naar mijn mening ietsje minder poederig kunnen zijn, maar voor de rest is hij wel gewoon mooi. Ik breng lekker veel aan, want ik hou van veel blush. Normaal zou zo'n kleur niet per se een kleur zijn die ik zou kopen, omdat ik dus echt zou denken dat hij te licht zou gaan zijn voor mij. Maar ik vond hem zo mooi bij haar, dat ik gewoon dacht, ja, ik ga hem ook gewoon proberen. En zij is ook niet heel licht, omdat ze altijd bruint. En bij haar was het echt prachtig. Dus ik schatte in dat het op mij ook gewoon mooi zou zijn. Beetje op de neus. Ik ga heel even hier wat losse poeder aanbrengen om het mooi strak te maken. Dan is het volgende wat ik heb een highlighter. Dit is de Kylie Cosmetics Kai Lighter Illuminating Powder Highlighter. Deze vond ik echt een beetje duur. 29 euro vind ik een beetje duur. 20 euro was gewoon echt genoeg geweest. Ik heb hem in de kleur 050 Cheers Darling. En ik hoop dat hij lekker heftig gaat zijn. De verpakking is gewoon precies de same als de blush. En het ziet er echt prachtig uit. In de hele highlighter staat ook haar naam. Er staat overal Kylie. Ik zweer het, als ik met een make-up merk zou uit te komen, zou ik ook overal neerzetten, Sarah. En het ziet er echt prachtig uit. Ik was echt aan het twijfelen over twee kleuren. Deze kleur en de kleur 020. Maar ik ben toch wel blij dat ik voor deze kleur ben gegaan, want ik denk dat 020 iets te licht zou gaan zijn voor mij. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Dit ziet er echt prachtig uit. Oké, jongens, laten we gaan proberen. Oké, daar komt niet echt heel veel van af. Ook weer een beetje poederig. Jongens, hier komt echt bijna niks van af. Gaat dit het eerste product zijn waar ik niet enthousiast over ga zijn? De blush was ook best wel poederig, maar er kwam toch wel gewoon veel van af. Dus dat was gewoon oké. Maar dit... Ja, je kunt hem wel een heel klein beetje zien, maar...
Ja, er komt niet echt heel veel vanaf. Ik weet dat ik ook fixing spray kan sprayen en het dan heftiger kan maken. Maar dat wil ik niet doen. Hij moet al gewoon heftig zijn van zichzelf, want het is een highlighter. Het is wel opbouwbaar, dat wel. En ik weet ook dat niet iedereen van een hele heftige highlighter houdt. Maar er moet wel gewoon iets van afkomen. Oké, ik heb nou echt best wel veel aangebracht. En nou zie ik wel een beetje glow, maar ik vind het een beetje mager, jongens. En het voelt ook echt heel poederig aan. Een beetje krijtachtig of zo. Ik hou ervan als het een beetje nattig aanvoelt. Een beetje zo'n wet look. Breng ik hem ook aan op mijn neus. Nee, ik mis echt een beetje dat wow effect. Er zit niet echt heel veel glans in. Het is een beetje magertjes. Er komt ook niet heel veel glans van af. Ook al hou je van een subtiele look, dit is ook niet subtiel. Er zijn een heleboel goede subtiele highlighters die ook echt een hele mooie glow geven. Maar ik mis hier echt een beetje de glow. Het is gewoon bijna een matte soort van krijtachtig poedersubstantie, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik mis echt een glow. En al helemaal voor 29 euro verwacht ik echt veel beter, jongens. Dus deze highlighter is voor mij echt een beetje een no-no. En dan gaan we verder met de lipproducten. Ik heb hier de lipkit. Dit is de Kylie Cosmetics Matte Lip Kit. Ik heb hem in de kleur 701 Exposed. Is een hele mooie bruine nude kleur. En hiermee is het allemaal begonnen, jongens. Zij is haar make-up lijn begonnen met 3 van dit soort lipkits. En volgens mij was Exposed een van die 3 eerste kleuren. But I'm not sure. Maar in ieder geval weet ik wel dat de kleur Exposed een van de eerste kleuren was. Het ziet er heel mooi bruin uit. 30 euro is wel weer een bedragje. Maar je krijgt wel 2 producten. Een lippot, een loodje en een matte liquid lipstick. En de matte liquid lipstick is ook los te koop. Ik heb er al eentje van haar collectie. Ik heb hem in de kleur Candy K. Die is een beetje zo licht rozeachtig. En deze is echt amazing. Ik vind hem echt super fijn. Ik heb hem ook echt heel vaak gebruikt. I love it. Hij droogt mijn lippen ook niet uit. Ik heb vrij droge lippen. Dus dat vind ik altijd wel belangrijk. En als je de producten eruit haalt, is dit wat je krijgt. Een heel mooi lippotloodje. En de matte liquid lipstick. Dit is dus het verschil met de oude verpakking en de nieuwe verpakking. Ik vind deze verpakkingen echt veel mooier. Het ziet er allemaal veel meer luxe en mooi uit. Dus ja, dit zwarte vind ik niet zo mooi. Ik vind het een beetje te hard of zo. En dit lichte vind ik heel erg mooi. Nou, het ziet er echt heel mooi bruin nude uit. Oké, even mijn lipolie eraf halen. Ik hoop gewoon dat hij echt goed bruin gaat zijn. Want ik heb zo vaak met bruine nudes dat ze toch niet echt bruin zijn. Dan is het toch weer iets meer paarsig of rozig. Oké, het lippotloodje is al veel te licht voor mij. Kijk even dit. En dit is niet een kleur die ik zou gebruiken. Ik vind hem wel heel fijn. Hij bracht echt super, super creamy aan. Alleen ja, het lippotloodje moet juist altijd donkerder zijn. En dit is best wel licht. Maar whatever, we gaan in met de matte liquid lipstick. Zo, het droogt echt super snel op. Ik heb hem echt net aangebracht en hij is al gewoon helemaal mat. Wauw, dat is echt amazing. De kleur is mooi, alleen het is een beetje licht. Ik persoonlijk zou hem niet zo alleen dragen. Deze matte liquid lipstick ga ik zeker nog wel gebruiken. Want ik vind het wel een hele mooie bruine kleur. Maar ik persoonlijk zou hem combineren met een donkerder bruin lippotloodje. Maar het voelt heel zacht aan. Het is mat, maar het voelt niet per se mat aan. Het voelt een beetje velvetachtig aan. Ik had ook gezien in een van haar video's dat ze het vreselijk vindt als ze lipstick heel daar moet bijwerken. Dus dat ze deze matte liquid lipsticks echt heeft gecreëerd zodat ze de hele dag goed blijven zitten. En ik denk ook dat ze dat wel echt gaan doen. Ik ga hem ook gewoon vandaag de hele dag oplaten en dan gaan we zien of hij echt de hele dag goed blijft zitten. Maar dat gevoel heb ik wel, want het voelt echt gewoon bijna alsof er niks op je lippen zit. Echt amazing. En dan heb ik hier ook nog de gloss. Dit is de Kylie Cosmetics High Gloss Lip Gloss. En ik heb hem in de kleur 009 Yes Girl. En dat is een hele mooie gouden glitterige kleur. En alles wat goud is en glitterig is spreekt me aan. Dus ik was heel erg benieuwd hierna. Hierop staan ook haar lippen met een glossje op. Dat vind ik heel leuk gedaan. En ik dacht dat dit echt perfect zou matchen met deze matte liquid lipstick. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Echt prachtig. Wauw. De gloss kost €16,99. Oftewel €17. Is ook wel een klein beetje duur, maar nog wel gewoon te betalen. Oeh, hij voelt best wel plakkerig aan ofzo. Dit is echt inderdaad high shine. Er komt echt heel veel glans vanaf. Dat vind ik prachtig. Swatch voelde wel een klein beetje plakkerig aan en er kwam echt best wel veel pigment vanaf. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat aanbrengen.
heel veel pigment. Ik had niet zoveel pigment verwacht. Het heeft ook een beetje een shift. Het shift een beetje van goud naar roze. Want ik zie ook echt een beetje roze hierin. Dat had ik niet verwacht. Ik verwachtte echt gewoon goud. Hij brengt plakkerig aan, maar hij voelt niet plakkerig op de lippen of zo. Dus dat vind ik top. Maar let wel op, als je een kleur pakt met glitter, zoals ik nou heb gedaan. Ik heb wel echt een van de meest heftige kleuren gepakt. Dan is het best wel veel pigment. Dus ook heel mooi als je hem gewoon alleen zou dragen. Maar er zijn ook echt genoeg hier andere kleuren die geen glitter hebben. Maar dit was gewoon een van de meest heftige kleuren. En ik vond hem prachtig. Ik zie wel dat deze kleur is uitverkocht. Ik heb echt precies alle kleuren gepakt die iedereen al heeft gepakt. Maar ik hoop dat hij er weer is als deze video online gaat. En dat was het dan, jongens. Ik ga een beetje fixing spray sprayen om de make-up look af te sluiten. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn full face met Kylie Cosmetics. Of ja, het is niet echt een full face, maar in ieder geval een heleboel producten. Het ging echt super, super goed. Ik raad echt alles aan, behalve deze highlighter. Die is echt teleurstellend. Ook als soft highlighter is hij gewoon niet mooi. De formule is gewoon niet fijn. Het is echt te krijtachtig, te poederig. Ik vind het echt helemaal niks. Wat mij het meest heeft verrast is deze eyeliner. Deze is echt fantastisch. Ik vind het echt het beste product ever. En voor de rest, de blush is echt heel erg mooi. Ook nog in een heleboel andere kleuren. De lip kit was fijn. De gloss is fijn. Ik vind echt gewoon voor de rest alles echt toppie. Ik ben ook nog heel erg benieuwd naar de bronzer. Zodra die ene kleur komt, ga ik hem zeker ook inslaan. En jullie laten weten wat ik ervan vind. Al met al, allemaal best wel goede producten. Laat me weten wat jij vindt van de collectie, van de make-up look. Wat heb jij ingeslagen? Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!